Esmee Visser, 22 lentes jong, geboren in Leiden, woonachtig in Bijnstorp. Er staat iets op jouw Wikipedia erbij nu. Ja, echt heel vet. Heel vet. Een gouden medaille. Ja, ongelooflijk. Ik had stiekem wel over een medaille gedroomd, maar goud had ik echt nooit eigenlijk gedacht. Nee. Ik sprak jou natuurlijk tijdens de OKT en toen zei je, ik had eigenlijk die spelen pas over 4 jaar zien aankomen. Nu ga je naar Gangneung, nu sta je hier en doe je dit. Ja, leg uit. Ja, zo vet. Ik maak gewoon zoveel progressie nog elke keer. Ik krijg echt een boost van gewoon alle ervaringen die ik opdoe. Het is zo groot hier, alles nieuw. Dat doet me gewoon heel erg goed. En ik vermaak me hier echt. Trainen gaat goed, vind ik leuk. Ja, dat geeft me echt een boost. Even terug naar dat dorpje waar jouw ouders wonen, waar je bent opgegroeid. Weet je hoeveel inwoners Bijnstorp heeft? Nou, weinig. Ongeveer 900. Ja. Weet je hoeveel van die 900 mensen jou vandaag gezien hebben? Ik denk 900. Ik denk dat ze heel trots zijn op het kleine gehuchtje. Ja. En de rest van Nederland heeft jou nu ook inmiddels gezien? Ja, ja, echt. Ik ben bang voor de reacties. Ja, waarom? Nou ja, het zal wel niet te tellen zijn en er zal ook wel een weekje mee druk zijn, denk ik. Ja. Dus, heb je de koning al aan de lijn gehad? De secretaris van de koning. Ah. Dus, En wat zei die? Nou, ik had allemaal Koreaanse mensen om me heen die er doorheen praten, dus ik kon het niet heel goed verstaan, maar ze zijn heel trots. Het is ook nog een andere bijzondere dag vandaag, Esmee Visser. Want Yvonne van Gennep heeft 30 jaar geleden precies ook die gouden medaille op deze afstand gewonnen. Heb je haar gesproken toevallig? Nee, nog niet. Ik heb haar wel leren kennen dit jaar en ik heb nu wel goed contact met haar. Ze heeft ook altijd in mij vertrouwd. Toen ik me plaatste voor de Olympische Spelen, zei ze, het zou zo vet zijn. Ja. Echt heel gaaf dat ik haar mag een soort van opvolgen. Je bent pas 22, je komt zo volwassen over. Zit er ergens een ongelofelijke bak aan emotie op dit moment in jouw maag nog vast? Of? Nee. Niet in mijn maag in ieder geval. Maar, wanneer komt de ontlading? Ja, geen idee. Na het OKT kwam het ook pas. Kwam het besef ook pas bijna een week later. Dus het zal wel even duren.